Yo mensen, Groen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag zijn we hier weer met yes! Nieuwe futter. Ah, ik moet futter nog lieven. Ah. Mensen, kinderen. Het is weer zover. Het wordt weer zo. Het wordt weer tijd. Vandaag krijg ik echt een 193 draft. Als ik vandaag een 193 draft krijg. Ik ga dit gewoon draften zodat ik hem heb. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Let's go. Ik heb gehoord, cams heb je nodig. Cams zijn de hoogste. Daar gaan we voor. Boom. Kruif. Uitstekend. Perfect begin. Ja, dat kan eigenlijk nog beter. Eigen marathon. Nee. Oké, nou geven we nu dan even Maradona. Oh, 99 Pelé. Oké. Kijk, dit is echt een space die je nodig hebt. Oké, kom op. Even voor, we halen hem meteen. Zou wel lekker zijn. Oh mijn god, 93 Zanetti. Nog een icon. Ah, jammer. Mensen, geen slecht begin. Drie icons. Helemaal niet slecht. Vind je zo'n video zo leuk? Mensen, doe zeker een duimpje omhoog op deze video. Doe even een duimpje. 5000 likes. Dan weet ik dat jullie het nog steeds leuk vinden. Nog steeds met genot naar deze video's kijken. En ja, dat moeten we natuurlijk hebben. Ik ga voor hem, want ik hoop dat ik hier Varane krijg. Varane, team of the year. Varane. Ja, oh mijn god. Gestaged. Ja, dit is allemaal nep wat ik nu aan het opnemen ben. Abonneer trouwens ook zeker op mijn kanaal, kan je beneden. De laatste tijd krijgen we steeds wat meer abonnees erbij. Blij om dat te zien. Welkom allemaal nieuwe kijkers. Welkom. Of we hebben Ramos. Ja, ik moet hem maar kiezen, maar of niet. Ik ga voor Ramos. We hebben echt goede space. Dit wordt mijn dag, mensen. 193 draft, ik zweer het je. Moet nog een keeper. Geef me even Yashin. Ja, oh mijn god. Oké. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar we hebben een 92 rating. En we hebben ja, een paar slechte spelers. Dus een slechte spits, slechte CDM, maar voor de rest echt uitstekend. Nu moet ik gewoon de hoogste ratings hebben en ja, gewoon smullen genieten en houden van het leven. Ja, nou, en hem heb ik ook niks. Dus ik ga wel voor Hazard. En nu moet ik wel voor hem gaan. Boom. Hoppa. Boom. Hoe is dit maar 92? Even serieus. Het ding is wel, als ik nu gewoon even 1-2 goede spelers krijg, dan ben ik gewoon binnen. Maar ja, ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Oh nee, kom op. Geef een goede keeper. 92, dit is uitstekend. Heerlijk. Sommer. When I met you in the summer. Ik ga niet voor Marcelo, want misschien krijgt hij nog. Nee, dat kan niet meer. Nee, we zijn genaaid. Oh, Silvers. Ik ga mijn leven. Oh mijn god, we kunnen echt, als we met een beetje geluk hebben, gewoon 192 draft, hè? Boom. Oké, Vieira of Dybala. Ja, we moeten Vieira gebruiken. Vieira, en dan jij hier. Boom, 100 chemistry. Oké. Tuurlijk. Jij hier. Geef me. De 193, nee. Kijk, ik moet nu, als ik nu twee fucking hoog heb, en echt hoog, heb ik een 193 draft. Dan zijn we gewoon gelijk klaar. Maar we krijgen dit. What the fuck? Waarom zit 99 mensen? We gaan 193 halen. Mensen gaan gewoon 100 fucking 93 halen. We gaan gewoon 100 fucking 93 halen. Wat? Hoe dan? Wat? Ik ga maar inzetten, heb ik het wel. Hoe kan, zeg maar, zo'n grijze pik, zo'n grijze achtergrond betekent dat het slecht is? Maar oh mijn god, ik ga hem gewoon halen. Oké, spannende muziek. Oké, Messi kiezen, tuurlijk. 99 Messi. What the fuck, zijn we erin? Dan jullie wisselen. Wat? Hoe kan dit? Hoe kan ik nog helemaal 93 hebben? Ik heb een 99 speler erbij. Dit is echt triest. Kijk nu sowieso een slechte. Ja. Oh mijn god. Ik kies ook niet eens een goeie. Hoe heb ik geen 193 gedraft? Ik snap het oprecht niet. Oh. Oké, we beginnen met 192. Dat is op zich prima. Wat? Hoe is dit? Ik heb 193. Ik dacht ik heb hem binnen. Ik dacht ik heb gewoon de eerste draft heb ik hem binnen. What the fuck? Ik ben genaaid. Oh, op mijn volgende draft. Oké, let's do this. Kom op. Die opstelling die beviel mij wel trouwens. Deze is nog beter. 4-2-3-1. Daar gaan we dan. Komt u maar binnen met die lekkere spelertjes. En we beginnen met een 90 kant. Ja, daar ben ik niet heel blij mee. Ja, ben ik gewoon eerlijk in. Boom. 96 Neymar. Kijk, dat is een ander verhaal. Daar ben ik wel blij mee. Geef meteen nog een goede. Boom. 2 Socrates. Ja. Je denkt van Koen, daar ben je toch blij mee. Maar ja, 92 is lager dan 93. Ja, je gelooft het niet, maar het is echt zo. 97 Ronaldo. Oh mijn god, lekker. Lekker dit. Ja. Die is lekker nieuw, deze vent. Ja, hartstikke leuk en aardig allemaal. Yes, kom op. Geef een goeie. Icon. Ah, Fernandinho nou maar. Ja, dit is natuurlijk heel maat. Ik heb een Sergio Ramos team hier nodig. Ja. Kom op, geef een Sergio Ramos team hier. Nee. Ja, nee mensen. Dit wordt hem helaas niet. Nee. Nee, maar maakt niet uit. We hebben ons best gedaan. Op naar de volgende, want ik heb er gewoon zin in. En we gaan er gewoon voor. We gaan er gewoon halen. Ik voel het. Op naar de volgende draft. Oké, mensen. Nieuwe draft. Nieuwe kansen. Dank u wel. Ook slecht. Hahaha. Volgende draft. Dames en heren, jongens en meisjes, gaan we weer. Dit is ongekend. Dit is niet normaal. Belachelijk. Boe. Oké, nou, volgende draft. Oké, daar gaan we. Kom op. Dit is mijn moment, mensen. Dit is echt een kutdraft. Volgende. Oké, gaan we weer voor deze. Kom op. 4, 2, 3, 1. Dit wordt hem. Dit gaat hem worden, mensen. Ik voel het. Begin met wat goeds. Nee, niet dit. Het is zo slecht. Geef me nu een Ronaldo. Geef me een Ronaldo. 99. Ronaldo. Een icon. 85 icon. Boe. Oh, dat is best goed. Oké. We hebben icons nodig, man. Icons. Oh, ja, dit is lekker. Dit is heel lekker. Dit is heel goed. Goede verdedigers. Ja, kijk, dit is waar ik echt naar op zoek ben. Dit is echt top. Dit is echt waar ik naar op zoek ben. Echt nice dit. Boom. Nee, 92. Ja, moet ervoor gaan. 91. De heer. Oké. 91 rating team met twee echt hele slechte spelers. Op zich zit hier wel potentie in. Daar zit potentie in.
nummer in mijn hoofd. Oh, Neymar, what the fuck. Oké, okay, we hebben echt wel hoge spelers, man. What the fuck. 92 rating, oké. Okay. En ik heb twee echt goeie op de bank. Ik heb twee echt goeie. Als ik een centerback heb en een rechtsback, dan kan ik oprecht wel wat worden. Maar ja, dan moet het wel krijgen. Ja, dat is een beetje ding, een probleem. Maar ja, aan die Jiménez heb ik ook geen reet. Maar ja, aan de andere kant ook weer wel. Oké, okay, ja, ik moet gewoon hopen op een goede spelers. Ja, dat is vaak. Handig maar. Ja, oké, okay, dan gaan we voor hem. Want ik moet gewoon spelers hebben. Komt u maar. 92 rating, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ik heb nu even een goede rechtsback, wat ik niet meer ga krijgen. Ja, het zal geen 93 worden, denk ik. Nee, 100 chemistry gaat hem ook niet worden. Nee. Zeker niet als ik dit krijg. Wat is dit voor kutzooi? Kutzooi! Kloot! Oké, okay, wel aardig eigenlijk. Normaal. Normaal. Nou, oké. Okay, ook niks. Volgende draft. Oké, okay, oké. Okay. Dit gaat hem worden. Geen hele denderende opstellingen. Nee, absoluut niet. We gaan wel voor 3-4-3 op lijn. Ja, mensen. Jawel, jawel. Ronaldinho. Natuurlijk. Icardi. En 99. Messi. 95. Oké, okay, oké. Okay. We gaan voor best. Ik blijf erbij, jongen. Anders hou je die cam misschien. Ben je alsnog een lul. Heb je er alsnog niks aan. Ja. Kijk, daar gaan we al. Godin 91. Lekker. Van Dijk 93. Jori 91. 90 rating. Oké, okay, is niet heel goed, hè? Nee, is niet heel goed. Maar ook niet heel slecht. Gewoon. Oh. Zanetti, ja natuurlijk gaan we daarvoor. Zanetti, want dat is perfect. Die zit toch gewoon hier en zo. Boom, plus 14 chemistry. Bam, hele team, bam. In één keer. Bam. Ja, ja, ja. Zie jij hem kijken? Ja, ja, ja. Oh, nu wordt het interessant. Nou, we're talking. Ja, zo. Boom, kiezen wij hem gewoon. Terstegen, boom. Hoppa. Wissels, gelijk kut. Lekker. Kruif, heerlijk. Binnen één die vent. Boom, plus 4 chem. Oké, okay, tuurlijk. 39 chemistry. We hebben nu 192 draf. Gun me nu even wat goede space. Nee, doe je niet, hè. Nee, doe je lekker niet. Oké, okay, nou, krijg dan maar lekker de tyfus, hè. Jee. Hé, hey, oh ja, nog een. Geef me nog meer slechte. Kom op, gooi ze maar op me. Ja, dankjewel. Nog meer. Kom op, geef me slecht. Oh, ik hou ervan. Yes, no, ook nog even kutkeeper. Ja, ja, natuurlijk. Mandanda. Uitstekend. Volgende eraf. Man, man, man. Trieste teringzooi. En ik krijg maar berichten van jullie binnen van... Oh, ik heb 193 gehad, 193. Hier, stand 0492. Heeft ook een team, jongen. Dat is niet normaal. Echt niet normaal. Die Asengo 87 op goal heeft hij 92 van Dijk. 93 Zanetti als centerback. 96 Varane en 94 Marcelo. Heeft hij op middenveld Maradona, Eusebio en Rijkaard. 97. De Bruyne en 89 Fabinho in de spits. 99 Ronaldo. En op de bank heeft hij ook nog eens 97 Messi. En 33 Bill. What the fuck? Sven 0315. Heeft zelf een 194 draf. Waar gaat het over? Heb je nou ook een goede draf gehaald? Stuur dan naar mij via DM. Mijn Instagram is KoenKWN. En volg mij ook vooral. A few moments later. Oké, mensen, we gaan weer door. Ik ben niet meer boos. Nou, een beetje. Ben ik nog een beetje boos. Oké, mensen, we gaan 4-2-3-1 gaan we doen. Want dit is mijn, dit is mijn draft. Oh, dit is zo slecht. Pele, kom op. 99 Pele. Oh, slecht. Nou, hier dan. Pele, 99 Pele. Oh, slechte kaart. Oh, mijn god. Geen heel lekker beginnen, dit. Oh, nog een slechte. Oké, okay, nice. Balotelli, goed. Ah, helemaal niks. Nee, niet blij mee. Op met de volgende. Nee, heel slecht. Heel slecht. Deze opstelling, 4-3-2-1 is een prima opstelling. Nee. Laat ons nou eens een keer wat beginnen met wat goeds, man. Oké, met 99 Ronaldo. Oeh, 95 Kruis. Daar gaan we voor, tuurlijk. 95 Messi. Oeh. Nee, we gaan nu een keer voor 95 mensen. Ik ga altijd voor die best. En nog nooit heb ik een goede draf gehaald. Kijk, kijk, daar sta je dan. Rakitic. Skulls. Oké, okay, lekker. Oké, okay, is goed. Het is een aardig begin. Niet heel goed. Niet denderend of zo, maar gewoon goed. Gewoon prima. 95 van Dijk. Oké, okay, dit is heerlijk. Geen Ramos, geen Ramos. Nee, het wordt geen Ramos zitten. 90 rating. Niet heel best. We hebben wel een paar spelers die we echt goed kunnen upgraden. Ik ga Sala pakken. Die kan ik hier neerzetten. Bill. We hebben De Gea. Nou, dat is perfect natuurlijk. Hoppa erin, die even. Hoppa, 91 chemistry nu. En 91 rating. Oké, okay, oké. Okay. Even een goede rest. Oh mijn god, 99 PD. Oké, okay, oké. Okay. Kijk, nu begint ergens op te liken, mensen. Nu begin ik. Zet hem hier. Boom. 96 chemistry. Boom. 33 rating. Oké, kom op. Kom op. Hey, maar alsjeblieft wat goede wissels. 35 Suarez. What the fuck gebeurt hier? What the fuck. En hem hier neerzetten. Ik moet wel een goede linksback hebben. Dan kan ik dit zo. Oh, hoe heb ik geen 34 rating? Oké, okay, ja. Ik moet nu echt fucking goede wissels. Maar het gaat waarschijnlijk niet worden. Kom op. Oh mijn god. 35 is sheet. What the fuck. 94 rating. Mensen hebben een 94 rating op dit moment. 94. IE gun mij voor één keer. Oh mijn god. Sergio Ramos. We krijgen Alba. We kunnen Alba neerzetten. Of Sergio Ramos. Kijk, hij is alleen rating. Ja, ik moet hem hebben. Maar ja, dan haal ik helemaal geen rating. Oh. Even nadenken, Koen. Ik kan Ramos rechtsback zetten. En dan. Want die Della Bella moet eruit. Als ik hem eruit haal, krijg ik veel minder chemistry. Want die haalt nu 7. Nou, dan haalt Ramos niet op linksback. Ramos haalt 6 op linksback, max. Nou, minder, want hij heeft geen chemistry ook. 3, 4 of zo. Mensen, ik ga even opzoeken hoeveel chemistry Ramos haalt. Jongens, deze, ik ga hem gewoon voor één keer niet verneuken. Voor één keer. Om volgens nu te denken, als ik hem kies, zet ik Sala gewoon linksback. Zet ik Van Dijk eentje naar rechts. En ik heb natuurlijk een icon, 3 linkjes, 7 cam, 10 cam. Ja, ik ga voor Ramos. Ik ga voor Ramos. Ik heb het gewoon gedaan. Zet ik hem hier, wissel ik die twee. We hebben 38 chemistry. Oh mijn god, dat was een geweldige keuze. Dat was mijn beste keuze in mijn leven, denk ik. 94 rating. Oké, okay, kom op. Nee, maar ik moet nu alleen maar hele goede spelers. En dit is niet een hele goede speler. Nee. 92 rating. Ik ben genaaid. Ik ben gewoon keihard in mijn reet geboord. Oké, 93. Als ik nu 2 goede krijg, heb ik het gehaald. Want ik haal wel een coach. Ik heb wel een coach. Het lukt wel, denk ik. Maar dan moet ik 2 goede krijgen. 88. Nee. Kutspel. Viesvel. Klote kleuren. Klote spel. Zo dichtbij, maar toch zo ver weg. Haal ik 100. Ja, ik haal wel 100 chemistry. Ah,
sloopt de 192 weer. Oké, volgende draft. Ah, zo dichtbij. Zo dichtbij. 4-2-3-1. Gaan we weer. Kom op. Geef mij een cam die ik nodig heb. Geef mij een cam die ik nodig heb. Gullit. Yes, yes, yes. 91. Oei, 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 oei. Oeh, 96 kanten. Kijk, dat zijn de spaces die je ja, toch wel nodig hebt. More. Oké, is goed. Dit is goed. Kijk, dit lijkt wel ergens op. Dit. Zeg het nou niet, Koen. Zeg het nou gewoon niet. We hebben een 90 rating, maar echt hele lage chemistry. Maar ja, als we nu pieken kiezen, dan hebben we wel een stuk meer chemistry. En dit gaat het niet worden, denk ik, mensen. Dit gaat nog niet de draft worden waar we op hopen. 27 de bruin. Oké, we hebben nu 192. Dat is zeker prima. We hebben al 100 chemistry. Dus ik heb gewoon ratings nodig. Ik heb gewoon, ja, maar echt hele hoge ratings trouwens, bedenken we nu. Dan krijg je dit. Het wordt 190. Yes. Nou, niet goed. Ook niet slecht. Om met de volgende. Oké, mensen. Dit wordt weer tijd voor de volgende draft. Oké. Nee, maar dit gaat hem echt worden. 87 tyfus rating. Jongen, waarom maak ik deze draft überhaupt? Het staat nergens op. Oké, ik ga hem automatisch invullen. Select die. Ja. Oh, nice. Goed. Wauw. 96 Messi. Fantastisch. Wereld. Dankjewel. Wat een kutzooi. Oké, mensen, ik vind dat als je tot hier kijkt, ben je sowieso een strijder. Wat ik ga doen, ik denk niet dat ik deze video nog 193 haal. Elke video die ik nu upload van deze challenge, waarin ik geen 193 haal, moet ik het dubbele geldbedrag weggeven van de vorige. In PSN-kaart van ikwildegroep.nl. Dus ik begin met 20 euro. Hou ik de volgende niet, moet ik 40 euro weggeven. Hou ik het daarna weer niet, moet ik 80 euro weggeven. Hou ik het daarna weer niet, moet ik 160, 320, 640, 1280 euro weggeven. Ja, dan gaat het hard. Hoe kan je winnen? Laat je Instagram naam hier achter. Je moet me wel vervolgen, Koen op Instagram, K-O-E-N. En dan kan je gewoon winnen. 20 eurotjes. Lekker, is gewoon lekker. Alleen je Instagram naam achterlaten. En een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Je moet me volgen natuurlijk. Ja, anders ja, krijg je natuurlijk niet. Win je natuurlijk niet. Nee. Ja, goede opstellingen. Wat een kutdraft. Oh nee, fudraft, sorry. Oké, nog eentje. Nog eentje, mijn laatste. Spannende muziek. Lekker. 4-5-1 aanval. Daar gaan we. Gewoon weer genaaid. Ik word gewoon weer keihard in mijn kontje geboord. 37 Bruin. Dat is lekker. 39 Pele. Oké. 37 Ramos. Ja, of 35 Maldini. Maar het gaat over 37 Ramos. We gaan hier 35 Maldini krijgen. Bam. 91 rating. Is niet slecht. Oeh, nou is toch. Ik had liever Marcelo gehad persoonlijk. Maar We hebben die rating nodig. We hebben die gewoon die ratings nodig. Ja, sorry. Maar het spijt me. Maar gewoon zo. Oh, dit kan ik gewoon wisselen. Boom. Dus 9 cam. 92 rating. Ja, waar praten we over mensen? Helemaal nergens over. Gaan voor Sané. Oké, 92 rating. Geef me een goede keeper. Geef me een goede keeper. Geef me een goede keeper. Fantastisch. Fantastisch. Wonderbaar. Dat heb ik nodig. Een links mid en een spits en een rechts mid. Hallo! Vieira. Oké. Nou, nu even nog een 99 Maradona. Nee, helaas. Dikke pauperpech. Nee, is hem ook niet geworden. Mensen, ik heb het weer niet gehaald. Ik word gek. In ieder geval, mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Wil je naar 20 euro winnen? Dat kan. Laat je Instagram naam weer achter. Volg mij op Instagram. En heb je kans om te winnen. In ieder geval, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar de video. Vond je het leuk? Vergeet zeker niet te liken. Dan zeg ik like video in de volgende keer. Zeg doei, later!